De Stichting Rosebel Community Fund heeft vrijdag te Marshallkreek de officiële overhandiging gedaan van de nieuwe Kiwosu, ofwel Rouwhuis. Dit bouwproject heeft ruim 750.000 SED gekost. Binnen de Surinaamse Maron-traditie is de Kiwosu een belangrijk voorouderlijk heiligdom dat gebruikt wordt voor rituele doeleinden in verband met begrafenisceremonies. Medewerkers van de dienst Slans Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer, hebben woensdag internationaal beschermde diersoorten in beslag genomen op een terrein in de omgeving van het Garnizoenspad. Het gaat om de diersoorten Lariara en de Golden Tamarin. Deze diersoorten komen alleen in Brazilië voor en zijn eveneens internationaal bedreigde diersoorten. Bij onderzoek is gebleken dat een dierenexporteur uit de directe omgeving betrokken is bij deze kwestie. De dieren zijn afkomstig van smokkel vanuit Brazilië via Guyana naar Suriname. De vereniging Dyslexie Suriname heeft gisteren in samenwerking met Stichting Rotary Suriname voor Dyslexie en het ministerie van Onderwijs een informatiebijeenkomst georganiseerd over dyslexie. Het doel van deze bijeenkomst was om de bewustwording over het omgaan met dyslexie te vergroten en om te komen tot een onderwijssysteem dat kinderen met dyslexie ontwikkelingskansen biedt. Dyslexie is een leerstoornis waarbij klank- en letterherkenning moeizaam op gang komen, waardoor leerlingen moeite hebben met lezen en spellen.